We zijn hier in het Experience Centrum samen met de directeur van Tobroco, Twan Brak. Twan, ja. 2 jaar geleden was ik ook bij je in het programma Markant. Was je toen, heb je je levensverhaal verteld. En in die 2 jaar is er erg veel gebeurd natuurlijk met Tobroco. Hè? Je hebt heel veel gebouwen aangeschaft. Kun je ze opnoemen hoeveel er eigenlijk zijn? We hebben 4 hallen gebouwd aan de Beneluxstraat, Belgiëstraat, Industrielaan. En we hebben hier aan de Sprendelingenstraat een nieuw Experience Center gebouwd. Het was een oude gebouw van Speedliner. Speedliner, ja. Ik heb ook begrepen dat je nogal rekening houdt met jullie vervoer, wat over de weg gebeurt. Hè? Ja. Dat is wel gauw gezegd, maar hoe los je dat op dan? Nou, wij doen onze machines produceren wij in de fabriek. Die zijn ingeschakeld. Ja. We steken 1 keer over van het glasproduct wat Hongarije komt. Steekt 1 keer de weg over naar de fabriek in Hal 7. Wanneer door de productielijn heen is gegaan, zit je bij een eindcontrole. En vanaf dan gaan we pendelen. En we hebben een speciale trailer ontwikkeld. Waar we 8 tot 10 machines in 1 keer op kunnen rijden. Oh, zo ja. Dus dan rijden we 1 keer of 2 keer per dag. Rijden we op en neer met de machines. Naar dit Experience Center. En vanaf hier worden ze verder geleverd wereldwijd. Oké. Okay. Ja, ik had ook iets gelezen van een flyover dat je daarmee bezig was. Ja, we hebben aan de gemeente gevraagd wat is er mogelijk. En of ze er überhaupt over mee willen werken. En daar hebben we een flyover neergelegd. Daar hebben ze een medewerking op verleend. De vergunning, et cetera, moet allemaal nog aangevraagd worden. We hebben nog geen berekening of niks gemaakt. Dus we zijn nu ons eigen aan het beraden bij Tobroco of we überhaupt daarmee verder gaan. Ja. Maar we hebben gekeken wat gewoon mogelijk was voor volgens de gemeente. Ja. En je hebt ook al een parkeergarage, een parkeerdek ook nog voor veel auto's in een van de gebouwen staan. We kunnen bovenop hal 7, die is 6000 meter groot, daar parkeren wij 230 auto's op. Zo, en hier in het Experience Center kunnen er ook veel staan? Ja, hier kunnen op Experience Center kunnen ook nog eens 150 auto's komen staan. Zo. Ja. Verder heb je nog de nieuwbouw, Hongarije, daar ben je ook druk mee. Ja, ik zeg altijd zo, in Oosterwijk zitten... Zit het sturende gedeelte. Dus hier zit 30 man bijvoorbeeld op ontwikkeling. 15 man in verkoop, 20 man in aftersales en 360 man in de fabriek. En in Hongarije doen we enkel en alleen snijden, buigen, lassen. Het echte laswerk, het lompenwerk wat daar gedaan. Ja. Hier ontwikkeld en in Hongarije wordt geproduceerd. Okay. En daar hebben we net een nieuwe hal geopend in Fuzesabani. Het is een uur rijden van Boedapest. Oh, meer richting het zuiden, richting de Roemeense grens. Ja. En daar hebben we nu een hal staan van 8000 meter. Zo. Ja. En ik begreep dat je in Amerika ook met grond bezig bent om daar te gaan bouwen. Ja, langs de markt van Europa is Amerika toch wel gebleken dat het toch wel een van de grootste markten aan het worden is. Mm-hmm. En toen hebben we besloten om 5 hectare grond te kopen in Cedar Falls. We zitten in Iowa, vlakbij Waterloo, de John Deere fabrieken. Mm-hmm. En daar gaan we een soort experience center op bouwen. Eigenlijk een kopie van dit experience center hier in Oosterwijk gaan we neerzetten, ook in Amerika. Zo, dus niet gering. Ik weet nog 2 jaar geleden dat je tegen mij zei, mijn planning is met mijn vrouw samen, met Carolien, dat wij de komend jaar 4250 machines maken. Ja. Per jaar. Ja. En klopt dat nog? Ja, we zitten er overheen. Dit jaar gaan we de 5200 doen. 5200? Ja, volgend jaar de 6500. En het 2025 stond gepland 8500? Ja, ja, daar halen we gewoon. Ik denk dat we er zelfs nog ver overheen gaan. En jullie staan ook op beurzen. Is, ja. is dat nog steeds attractief, op beurzen gaan staan? Ja, beurzen begint nu. We hebben er wel voor gekozen om alleen grote internationale beurzen te gaan draaien. Zoals op München, we staan op de Bauma in München. En die beurs is 1 keer in de 3 jaar. 1 keer is je in Shanghai, de andere keer is je in Las Vegas, noemen ze een Conexpo. En de andere keer is je in München. We staan op Conexpo in Las Vegas staan we en in München, in Shanghai staan we niet. En dat zijn echt de grote beurzen. En verder rest, dan willen we eigenlijk meer de dealers naar Oosterwijk toe halen. Okay. Dus in plaats van alle goederen transporteren naar de beurs, geven we de verkopers een vliegticket. Oh, zo ja. En dan nodigen ze uit hier op het Experience Center. Ja, ja. En kunnen ze getraind worden puur op onze machines, hier achter in de productiehal. Ja, nou geweldig. Ja, ik stel voor, en daar waren we ook een beetje voor uitgenodigd, om een rondleiding in dit hele nieuwe grote gebouw. Goed. He? Ja, ik laat het graag even zien. Even een rondje gaan maken. Ja, ja? Doen we. Ja. Oké.
Hallo. Zo, een mooie ruimte. Het zijn hele hoge plafonds, hoge deuren. Er zit een heel mooi climate control in. Verwarmingssysteem zit erin. Alles nieuws wat nieuwste. In hoogteverstelbare bureaus om het zo goed mogelijk voor het personeel te kunnen gaan krijgen. Ja, dat is goed zitten. Ja. Ja. We lopen hier achter de hal in. Daar kun je zien waar de R&D allemaal aan het ontwikkelen is. Ja. Ja. En dit is Twan? Ja, dit is eigenlijk de R&D. Hier worden alle proefopstellingen gedaan. Hier is dan alle nieuwe modellen. Wij zijn al onze machines aan elektrificeren. Hierboven zit dus het engineering team, 30 man. Ze zijn alleen maar nieuwe machines aan het bedenken, maar ook nieuwe concepten. Dit is een lithium batterij. Met elektromotoren drijven we een hydromotor aan. Dat doen we hier allemaal. Hier hebben we dus een machine staan met een telearm. Dat is ook weer een nieuw model. Er zit een 5 pk motorblok in. En alle nieuwe modellen worden hier als het ware opgebouwd en helemaal getest. Ja, hier lopen we nou de trainingscentrum in. Dus wat we hier doen is, hier zetten wij de machines neer. De monteurs van de dealers die komen hier om storingen op te zoeken. Dus wij doen bewust storingen in deze machines maken. En die moet die monteur oplossen en wij kijken mee met de monteur dat je het goed doet. Ja. Want de machines zijn natuurlijk wereldwijd en alle monteurs moeten erin getraind worden. We hebben nu toevallig een training voor de 2200E elektrisch. Dan zijn we een beetje testje aan het doen aan het fine-tunen, want dit is net een week oud. En straks gaan we het internationaal doen. Ja, dit wordt de toekomstige hal voor gereed product en voor aanbouwdelenmontage. Er zit nu nog op het industrieterrein, dus we willen eigenlijk een fabriek maken en een after sales en een R&D. En hier worden alle bakken geassembleerd straks, alle aanbouwdelen die alle machines kunnen. En die hal hierachter wordt dadelijk het gereed product neergezet waar vanuit de fabriek op en neer pendelt. Okay. Met die vracht waar ik net over had. Ja, ja. Ja, dit is dan de showroom. Hier zijn we bezig om aanbouwdelen straks in te zetten. Dus we krijgen 4 eilanden. En in die eilanden komen zeg maar thema's. En we hebben een thema stratenmakerij, een thema hovenier, een thema agrarisch, dat wil zeggen koeien, varkens, en een thema paardenhouderij. En hier om me heen komen straks allemaal chauffeurs te staan. En het is heel belangrijk om te zien wat ik met zo'n machine kan eigenlijk. Hè? Ja, lopen we hier de R&D in, de denktank van Hiltebroek. Hier worden alle ideeën gemaakt. Dus hier worden de nieuwe machines bedacht en helemaal uitgetekend en gereed gemaakt voor productie. De ideeën die hier gemaakt waren, dus hier beneden gebouwd, waar we net waren, waren ze getest. En als die test goed is en de machine is eigenlijk gereed voor productie, gaat je naar de fabriek aan de andere kant van de straat. Ja. Nou, hier zijn we de achterkant. Dan gaan we nou beginnen met een nieuwe beplating. Hier kunnen we het al zien. Dan hebben we ze al een stukje klaar. Ja. Nou, dit is dan eigenlijk het hele buitenterrein, het rangeerterrein. Het totale experience center is dit. Zo. Ja. Het terrein zelf is in zijn totaliteit 25.000 vierkante meter. 25.000? Ja. Zo. Het meest waardevol van ons bedrijf is niet het bedrijf, het gebouw. Ja. Is de data die we hebben, de tekeningen, alle kennis die we hebben, alle know-how, is natuurlijk enorm waardevol. Ja, en dat allemaal opgebouwd in ruim 25 jaar. 26 jaar nou. 26 jaar. Ja, ja. 26 jaar doe ik dit nu. Ja. Zo, dat was dan de tour. Dan zijn we terug bij, bij de show. Ja, waar we begonnen zijn. Ja. Ja, en... Ja, Twan, alle bij elkaar. Jullie zijn toch wel de spil van Tobroco. Jij en je vrouw die het al samen, al 26 jaar doen. Ja, we doen het echt samen. Al ja. 26 jaar. Op de keukentafel wat besproken. Ja, ik wens je heel veel succes namens Lovo. En ik denk alle goeds voor Tobroco. Maar vooral ook, en dat heb ik gehoord van jou, voor Oosterwijk. Ja. En daar zijn we best wel trots op met elkaar. Ja, we proberen zo goed mogelijk te doen. Okay. En veel succes. Dankjewel. Komt goed.